Maandag 19 december 2011 werd in Haaghorst een inspiratiemiddag over landinrichting in Brabant georganiseerd. Hiervoor was onder andere staatssecretaris Henk Bleker uitgenodigd. Aanleiding was het gereed komen van het landinrichtingsproject De Hilver. Ruim 30 natuurliefhebbers grepen de komst van Bleker aan om te demonstreren tegen het nieuwe natuurplan van Bleker, waarin 600 miljoen wordt bezuinigd. Wij willen groene, wij willen niet Bleker! Gaat het goed met de foto? Ruim een uur stonden de demonstranten in de kou op Bleker te wachten en werd hij ontvangen met veel boegeroep. Zichtbaar aangeslagen gaf de staatssecretaris aan de genodigden uitleg over het nieuwe natuurplan. Het eerste woord te doen. Wij moeten een keuze maken in Den Haag en in de Kamer. Dus moet er meer worden bezuinigd op onderwijs, moet er meer worden bezuinigd op de gezondheidszorg, op de ouderenzorg, ten gunste van de natuur. En mijn stelling is, er zijn dingen die eerst komen en dingen die later komen. En als er nu bezuinigd moet worden, dan vind ik het dat belangen als gezondheidszorg, ouderenzorg, het onderwijs net even een paar streepjes voor hebben ten opzichte van bijvoorbeeld het verder uitbreiden van natuurgebieden in een periode van crisis en van economische schaarste. Dat vind ik een keuze waar ik niet 100% voor sta, maar waar ik 150% voor sta. En dan begrijp ik kritieken. Begrijp ik kritieken. Maar ik wil het wel even in het perspectief plaatsen van wat is dan het alternatief? Meer uitbreiding van natuur ten koste van het onderwijs, ten koste van de gezondheidszorg enzovoort. Meer geld is er niet, mensen. De komende 10 jaar, als we de afspraken met de provincies kunnen uitvoeren, betekenen dat er 40.000 hectare grond, wat nu nog landbouwgrond is, ingericht gaat worden, zoals u hier ook heel hard aan hebt gewerkt, 40.000 hectare ingericht gaat worden tot natuurgebied. Het is, ik besef het, het is een behoorlijke hervorming. En ik krijg behoorlijk wat voor de kiezen, inclusief protestborden. En er zijn vele grappen over mijn naam gemaakt, de natuur wordt bleker enzovoort enzovoort. Ach, op een gegeven moment ben je het ook wel eens een keer zat. Vooral dat soort grappen. Maar ik kan u één ding zeggen. Ik vind dat we een goed verdedigbaar verhaal hebben in tijden van economische crisis, oplopende werkgelegenheid, begrotingsproblemen. Kom op. Als je dan nog 40.000 hectare natuur kunt ontwikkelen in 10 jaar, de boel eens een keer kunt afronden in plaats van plannen op plannen stapelen, daar schaam ik mij niet voor en deze regering ook niet. Ik vind dat u een fantastisch voorbeeld hebt gegeven met elkaar hoe het kan. In het gebied met elkaar de boel regelen. En daar staat onze regering voor, om u daar meer ruimte en andere regio's daar meer ruimte voor te geven. Op een nuchtere manier resultaten zien te bereiken. Dank u wel.